Bom dia, Sr. Telespectador. Aqui estamos hoje na Universidade de Erasmus. Lindo dia! E estamos ansiosos para saber o que o doutor, professor Rinos, tem para nos dizer. Venha, venha connosco, venha. Ok, bom dia, outra vez. O professor, doutor Rinos. Vê se nos comunicamos melhor desta vez. O que significa, na prática, o direito nacional de veto para a União Europeia? Pode começar. Pode começar. O que é isto? Brussel centralistisch? Top-down? Van bovenaf naar beneden en wij maar volgen. Dat is een vreemd beeld wat bij veel mensen nog bestaat. De werkelijkheid van het functioneren van Europa, zeg maar Brussel, is dat daar de deuren open gaan om organisaties van buiten naar binnen aan het werk te zetten van de tafel, rond de tafels van besluitvorming en beleidsvorming. Het is niet top-down, het is in hoge mate bottom-up. Ja, niet voor losse burgers van de straat, maar wel voor hun organisaties. En de gewone burgers kunnen hun eigen organisaties, van milieubeweging tot Rijksdienst Wegverkeer, lagere overheden zoals gemeentes, bedrijven, ook nationale ministeries, gewoon opjutten om daar alert, actief aan de tafels te gaan zitten. Zo bottom-up en weinig top-down. Functioneert Europa. Wij zelf kunnen daar aan tafel zitten via onze zaakwaarnemers. Terminou? Obrigada. Dá-me um sinal a dizer que termina, por ser possível. Não sei se todas estas ideias são assim tão boas.